Nou, ik ga jullie dus wat vertellen over het NKO. Wanneer, waar, hoe. Even in het kort. Wat ik al wel van tevoren moet zeggen is dat de opdracht was om een vlog te maken. En dit geen vlog is. Dit is een informatieve video. En een vlog is een soort videodagboek. Maar dat terzijde. Het NKO. Dat is het Nationaal Kiezersonderzoek. En zoals de naam al zegt, wat zij doen is een grondige analyse van stemgedrag met betrekking tot burgers die stemmen in de Tweede Kamerverkiezingen. NKO is in 1971 begonnen als interuniversitair onderzoek en het idee was dus dat alle politicologen van de universiteiten samenkwamen en samen dit onderzoek zouden doen als interuniversitair onderzoek, omdat eigenlijk elke universiteit er baat bij had. Bij die data. Dus iedereen kan die data gebruiken en dan is het veel makkelijker om samen te werken om dat onderzoek te doen. Dus vanaf dat moment begonnen ze onderzoek te doen naar het stemgedrag van mensen in de Tweede Kamerverkiezingen. En eigenlijk hebben ze sindsdien bij elke Tweede Kamerverkiezingen dat gedaan. En het is na een tijdje ook zo groot geworden dat het zijn eigen bestuur kreeg, zijn eigen financiering. Buiten de universiteit om en het is nu echt zijn eigen organisatie. Het is tegenwoordig voornamelijk internetbron. De resultaten zijn open, beschikbaar voor iedereen om te kijken. Je kunt ze gewoon terugzien. Het is een primaire bron. Ze gaan te werk met een soort enquête. Ze doen zowel schriftelijke enquêtes als online. En dit zijn hele uitgebreide enquêtes over mensen hun politieke mening, waar ze het liefst op stemmen, stemgedrag, dat soort dingen. Het is eigenlijk het doel daarvan is om de veranderingen in stemgedrag te weergeven. Het is bedoeld. Het is bedoeld om, het is een hele grondige analyse. Dus het laat echt heel duidelijk zien wat mensen achterliggende motivatie zijn. En het is heel handig voor heel veel politicologisch onderzoek. Qua financiering, het is geen overheidsinstantie officieel. Maar het is wel zo dat het wordt gefinancierd vanuit de universiteiten sowieso. En het wordt gefinancierd door meerdere ministeries. En het is al zover dat je bijna zou kunnen zeggen dat het een overheidsinstantie is. Er zitten ook mensen in het bestuur die bij partijen zitten. Dus het is al bijna een overheidsgebeuren. Waarvoor zou je het kunnen gebruiken? Je zou het bijvoorbeeld kunnen gebruiken van hoe heeft een gebeurtenis of een verandering stemgedrag beïnvloed. Of is stemgedrag zo en zo veranderd? Of stemgedrag in een bepaald jaar? Heeft een aanslag bijvoorbeeld een stemgedrag veranderd? Dat soort dingen. Dat zou je kunnen onderzoeken. Voor al die onderzoeken is gewoon stemgedrag heel belangrijk en heel handig. Daarom is de NKO een goede oplossing daarvoor. Nou. Dan hoop ik dat de opdracht goed was. En tot ziens.